Aha! Hey mensen! Top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, kijk eens hier wat wij hier hebben. Van Hydrauliek 24. Ja, zit helemaal vol met slangen voor de DAF. Ja, dat is natuurlijk wel, hè. Want ja, de projecten in de werkplaats, we laten eigenlijk alleen maar het deel steeds zien in de werkplaats. Maar daar zit stiekem best wel veel werk in, ook wat betreft uitzoeken en onderdelen bestellen en zo. Ondertussen, ja, we zijn natuurlijk bezig met de Hilux. Maar op de achtergrond ben ik ook al bezig met het verzamelen van onderdelen om de DAF binnenkort ook helemaal in orde te maken. En ook projecten net als de BNP, hè, daar ben ik ook nog steeds mee bezig voor die brandstofpomp. Dus er zijn best veel dingen die tegelijk spelen. Dus we zijn niet alleen aan het knutselen in de werkplaats aan die pick-up, maar ook dit. En zo kom ik ook op dit onderwerp. Kijk hier, wat ik hier heb liggen. Oeh, ja, dat is mooi hoor. Kijk. Zie je dat? Splinternieuwe remcilinders. 6 stuks. Allemaal voor de DAF. Dus we gaan binnenkort gaan we de wielen eraf halen. En dan gaan we er allemaal nieuwe remmen op zetten daar. Ja, want we hebben bekeken de remschoenen zelf. Die zien er eigenlijk goed uit. Maar ja, die remcilindertjes hebben ze ooit ook vernieuwd. Alleen geen vloeistof erin gedaan. Ja, dat is natuurlijk helemaal fout. Krijg je condens. En dan, ja, dan gaat het mis. Dus al die remcilinders zijn allemaal wel ingerot. We hebben ze geprobeerd te honen. En ja, dat is niet echt een succes. We krijgen niet alle putjes weg. Het zou misschien kunnen. Als je, ja, als je een beetje een labmiddeltje wil. Ja, dan is het te doen. Maar dat setje rem wat daar ligt. Al die remcilinders bij elkaar. Dat kostte net iets over de 400 euro. Dus is wel aardig wat geld. Maar van de andere kant, als je kijkt hoeveel werk het is om al die dingen uit elkaar te pakken, al die remcilindertjes te gaan honen, en dan moet je er eigenlijk ook andere afdichtingjes in zetten en zo, en dat soort zaken, die stofhoesjes en zo. Dus ja, dat kost natuurlijk ook wat. Hè. Het is niet zo dat je alles gratis kan maken door het maar een beetje op te poetsen en schoon te maken. Je hebt natuurlijk ook gewoon nog onderdelen die je toch nodig hebt. Dus ja, dan is dit even een harde klap, maar dan hebben we het in één keer goed. Ja, hetzelfde geldt voor de slangen. Dat zit hier allemaal in. Ja, dat is mooi. Dan gaan we binnenkort gaan we dit uitpakken. Dat is een mooi pakketje. Ja, vet hè. Oké, ik zet ze gauw binnen en dan gaan we verder met de Hilux. Ja, dit is mooi. Dit gaan we binnenkort nog even allemaal uitgebreid laten zien hoor. We hebben deze slang hebben gekregen van Hydrauliek 24. Dit is ongeveer, er zit een waarde in van zo'n 1100 euro aan slangen. Dus het is wel de moeite. Maar het zijn echt alle slangen die op de DAF zitten. Alle hydrauliek slangen kunnen we daarmee vervangen. Ja, wat mij heel erg aansprak op hun website, dat kun je even bekijken, maar we gaan het ook nog uitgebreid laten zien als we het gaan uitpakken. Maar ze hebben dus een slanggenerator op hun site. Dat is echt handig. Je kunt gewoon verschillende slangen selecteren. Kun je gewoon in een drop-down menu kun je verschillende koppelingetjes selecteren. Nou, dan kun je gelijk je slang samenstellen. Je kunt de lengte invullen. Hup, er komt gelijk een prijs uit. Dat is echt, echt ideaal. Dus, oké. Hey, onderdelen bestellen. Ja, ja. Kom, we gaan naar daar. We gaan naar de Hilux spulletje. Ja, ik heb gisteravond ook nog tot laat achter een computer gezeten. En allerlei dingen uit zitten printen en zo. Ik heb ondertussen ook een werkplaatshanddoek besteld voor deze Hilux. Het model ervoor, die heb ik al. Die heb ik ook gehad, dat oudere type. Maar ja, dat is net anders. Die heeft een starre vooras. Het is eigenlijk wel degelijker. Het is jammer dat deze Danny had. Dat is eigenlijk wel gewoon lomper nog. Maar ja, goed. Deze heeft onafhankelijke wielophanging. En daar zitten ook wel de meeste dingen aan die vervanging, aan vervanging toe zijn. Oh, kijk. Nou ja, hier zo. Ja, dit is wel echt handig. Kijk, hier kunnen we inderdaad zien exploded fuse. Alle onderdeeltjes erbij. Er staan ook onderdeelnummers bij. Die zijn wel echt heel handig om onderdelen te vinden. Als je daarop gaat googlen, dan kun je ze vinden. Er zijn onderdelen die zijn heel makkelijk om aan te komen. Dat zijn natuurlijk echt die standaard slijtdelen. Dat is dit. Remblokjes, die revisiesetjes voor die remklauwen bijvoorbeeld, hè, die afdichtingjes en zo. Dat zijn allemaal dingen, dat is niet zo lastig. Dit zijn natuurlijk ook dingen, die kan je overal vandaan halen. Die fusee-kogels, dat zijn natuurlijk echt van die standaard APK dingen die nog wel eens een keer vervangen moeten worden. Iets minder makkelijk worden deze bijvoorbeeld al. Dat zijn die afdekplaten voor de remschijven. Ja, deze die, je ziet het. Dat is echt van een flutblik. Maar dankzij die nummers kon ik je toch vinden.
En ze kosten ook nu wereld. Zo'n plaatje of zo, dat kost ergens rond de 20 euro. Dus dat is best wel te overzien. Deze. Dit zijn echt lastige dingen. Die heb ik met het onderdeelnummer wel gevonden. Op eBay en zo wel. Maar niet gewoon bij gebruikelijke auto onderdelen, zaken. Maar goed, ik heb er ook nog geen telefoontje aan gewaagd. Dus dat is ook nog even iets. Dan moet ik gaan uitzoeken waar ik dat het beste kan halen. Oké. Nou goed. Laten we de rest ook nog eventjes gaan prepareren en zo. Dan moeten we een lijst gaan maken met alles wat er vervangen moet worden. Nou, hier liggen allemaal onderdelen die al gestraald zijn. Even kijken, hier zitten een paar stukjes die moeten we nog even een beetje beter doen. Hier ook bijvoorbeeld. Dit was ook nog even een dingetje, deze rubbers. Ik denk dat we deze gewoon toch gaan laten zitten. Die zien er gewoon nog goed uit. Er zitten ook helemaal geen scheurtjes in of zo. Ja, en om die eruit te persen, dat is ook niet zo makkelijk natuurlijk. Ik denk ook dat het vooral, ja, dat is eigenlijk gewoon kosten maken om kosten te maken. Deze rubbers zijn wel een tientje per stuk, geloof ik. Die hebben we aan twee kanten nodig. En dan hebben we, dus dan zitten we hier al 20, 40, onderste arm, dan zitten we al op 60 euro aan rubbers te vervangen. Dat eigenlijk niet echt nodig is, denk ik. Er zijn ook dingen, als ze nadien kapot zouden lopen, ja, dan kun je het alsnog dan vervangen. Het zijn geen onderdelen die op een lastige plek zitten. Zo. Dit is wel echt een ideale combinatie om dit soort dingen te ontroesten. Echt die roestkoeken. Als je die eraf wil stralen, dat kost zoveel tijd, joh. Maar als je even met een naaldenbeenkamer even die grote brokken eraf haalt en daarna stralen, dat is echt, dan is het zo goed. Dat gaat snel. Dat is toch lekker, kijk. Zo, gaan die mee naar daar, een straalkast. Even kijken wat daar nog ligt. Of daar nog is wat we moeten prikken nog even eerst. Kijk, zo ook eentje, die moeten we eerst eigenlijk bikken. Zie je dat? Ik heb van die koeken in. Het probleem is met stralen, dan slijp je het eigenlijk heel gelijkmatig weg, het materiaal. Dus je bent best lang aan het stralen voor je zo'n brokje echt helemaal weg hebt. Dat moet echt smelten als sneeuw voor de zon, om het zo maar te zeggen. Terwijl met de naaldenbikker dan knal je het in één keer eraf. En dan zit er onder zit nog wel een beetje van die oppervlakkige roest. Nou, die kan je er echt geweldig afstralen. Dus dat, is wel, dat werkt wel goed, die combinatie, vind ik zelf. Oké, nou die moet nog helemaal gedaan worden. We hebben die verder nog een paar, die bladveren en zo. Ik denk dat we misschien even moeten kijken welke onderdelen dat we nog met weinig moeite schoon kunnen stralen. En die... Dan heel eventjes stralen, gelijk een verfje erop zetten, want ja, voor de video zijn we eigenlijk maar 2 dagen weg. Maar in realiteit hebben we gewoon een hele week vakantie. Hoho, een luxe, hè? Niet normaal. Dus ja, je ziet dit. Dit hier is alweer meteen beginnen te roesten. Het is natuurlijk allemaal heet geweest en daarna nat. Dat is natuurlijk de ideale combinatie voor vliegroest. Maar ja. Als we dit een week lang laten liggen, dan hebben we kans dat alles weer een beetje aangeroest is. En dat zou echt zonde zijn van het werk. Dus laten we zoveel mogelijk van die onderdelen die gestraald zijn, nu afwerken. En dan ook gelijk grondverf erop zetten. Zo. Zo, de druk is een stuk omhoog gezet. Eerst ging dat helemaal nieuw, want dan zag je echt onmiddellijk niks meer. Maar dit, zo, dit gaat een stukje sneller zo.
Kijk, hier zie je daar van die roestkoeken nog binnenin zitten. Zie je? Dat moet eigenlijk eerst nog met een naaldenbek aan maar weghalen en dan kunnen ze meteen stralen. Dat gaat sneller. Dadelijk ook nog even doen. Is klaar, hè? Een goede tijd. Er komen van die stukjes nog in, hier ook. Kijk. Je moet toch wel met een naaldenbekhamer eerst even eruit halen. Daar. Zo'n stuk, zo'n groot stuk roest erin. Heel even meenemen dat. Even eraf knabbelen. Hier. Maar die kan ook nog gestraald worden. Deze. Goed. Mooi. Zo, hij is toch wel harder, maar we hebben de druk nog flink omhoog gezet. En dan gaat het kralen ook wel een stukje sneller toch. Wacht dat de stof weg is. Ja, met die hoge drukstof, dat kan wel een stukje harder, maar het gaat wel echt sneller. Kijk, zo. Het is wel een beetje versleten ondertussen. Hier. Ja, dat is natuurlijk ook een nadeel van hogere druk. Dan breekt het grit wel eerder kapot. Dus je kunt er minder vaak mee stralen. Dus het is een beetje net de ideale druk vinden daarin. Ik denk dat we dit er gewoon uit moeten halen en gewoon nieuwe erin moeten doen. Ik heb nog een paar zakken, dus dat gaat wel. Laat ik dit eruit halen lopen. Zo. Nou, deze dicht toe. Ja, maar kijk, dan heb ik. Kijk. Volgens mij. Ja, het stoft in die bak natuurlijk als maximaal alsnog. Ja, dit grit is klaar. Ja, dat is. Daarom kloppen we er steeds onder tegen die bak aan, zodat het doorzakt. Blijft af en toe hangen. Oh, wacht eens, ik heb een ideetje. Ik heb een idee. Nou, blazen gewoon. Gewoon schoonblazen van binnen.
zuiger pakt uit de zaal. Nou, we hebben toch best fijn schoon. Laten de hoopjes eruit daar. Oké. Zo. Pew. We gaan even een hapje eten. En dan gaan we hem dadelijk vullen en dan eens kijken of hij dan weer een stukje beter straalt. Ik denk het wel. O, kijk, hier ligt ook nog een hoop. Zoveel stof overal in. Niet zo gek natuurlijk. Zie, zo. Klepje dicht. Ja. Kijk hier dan. Dat is helemaal kapot. Gelijk kapot. Nou, mooi. Doen we een nieuwe erin. Ja, dat is de goeie. Goed opletten dat je de juiste korreltjes erin gooit. Hè? We hebben per ongeluk een keer verkeerde besteld. Iets te grove. Ja, dat komt niet goed. Deze is van 0,2 tot 0,5 mm. Dat is de korrelgrootte. En deze zak bijvoorbeeld. Ja, ik ga snel mis. Ik kan beter deze kijken. Ik kan het beter lezen volgens mij. Hier, die is... 0,5 tot 2 mm. Dus dat is. Kijk, je ziet het ook hier. Kijk. Die zijn veel te groot. Die gaan niet door ons pistool. Dat is een stuk kleiner. Oké. Okay. Kijken wat het verschil dat dit maakt. Ik heb er een beetje veel in gegooid. Kijk maar. Ik denk dat we eigenlijk voldoende hadden gehad aan één zak misschien. Het is niet dat hij beter gaat stralen als hij voller zit. Dat hoeft helemaal niet. Maar we gaan het zien. Misschien dat het wel prima is. Die roest zit weg, boenen daar. Yes, dank u. Ja, mooi. Mooi hoor. Ah, ah. Nou, een keer als ik hier weer kom, dan kijk ik weer net om een ander hoekje. Dan krijg je dat niet weggestraald zo, met zo'n hoekje. Daar zo. Oh, daar ook. Zo. Ik kom nou goed van pas. Een stukje van de autoschommel. Luke, I'm the painter.
een kop. Ziezo. Oeh, warm. Hey, we gaan het afsluiten. Het is mooi geweest. Vrijdagmiddag als we dit opnemen, hè. Gaan we lekker een biertje drinken met Patreon. En ik heb... Ik heb een paar van die witbieren echt ijskoud in de koelkast liggen. Lekker hoor, daar heb ik zin in. Hey, kijk eens aan. Ja, leuk hè. Eerste onderdeeltje van de Hilux nieuw in de verf. Grondlaag. Kunnen we binnenkort mooi allemaal zwart spuiten. Kunnen we alvast wat rubbers en zo gaan monteren als ik ze besteld heb. Jazeker. Mooi man. Hey, mensen. Niet vergeten. Dinsdag, dan zijn we er weer. Het is nu donderdag als jullie dit zien, inderdaad. Dus morgen zijn wij er een dagje niet. Van het weekend hebben wij een productreview. Dat is ook wel een leuk videootje, denk ik. Dat is bonus. En dan maandag nog een dagje vrij. En dan dinsdag zijn we er weer met een nieuwe vlog. Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.